Dames en heren, welkom bij deze Disneycraft special. En dit... Wat? Oh, jij tikt op mijn schouder. Stefan, hallo. Ik had je helemaal niet gezien. Ik had je over het hoofd gezien. Wat erg. Oh, ik ben net met de scooter uit de Dukstad gekomen. Echt waar, uit Dukstad? Ja, want jij bent eigenlijk een beetje de burgemeester geworden van Disneycraft. En dat is een beetje gebeurd bij een livestream. Toen stond je op een gebouwtje bij Dukstad. En toen leek het net of jij een burgemeestertje was. En je bent er altijd bij openingen. En dan zeggen van, ga jij weer het lintje doorknippen? En je hebt helaas geen schaar, maar die hebben we nog niet als item. Wie weet ooit nog eens. Maar... Dat was een plekje waar je stond. En ik ga vandaag met Stefan, hij is een vaste bezoeker. Je zit al heel lang bij ons in de server, hè? Jawel. Echt heel lang. En Stefan die zegt niet zo heel veel, maar toen heeft hij een microfoon gekocht. En nu nou is hij soms af en toe op Teamspeak aanwezig. En dan gaan we gezellig babbelen. En Stefan, wil ik de vraag stellen. Wat is jouw favoriete plekje in Disneycraft? Neem je ons gewoon mee? Je neemt ons gewoon mee, we lopen er gewoon naartoe. Is dat goed? Ja hoor. Oké, tof. Nou, ik achtervolg je. En jongens en meisjes, dames en heren, dit gaan we vaker doen. Dus ben je een keer op Teamspeak en in de server en ben ik in de gelegenheid om op te nemen. Dan wie weet sleep ik jou wel mee en ga ik jou vragen om jouw favoriete Disneycraft plekje te tonen. Ja, je ziet het schip inderdaad met de piratenweekend. Hoe vond je piratenweekend? Was het leuk? Ja. Oh, mooi, gelukkig. En wat vond je alles leuk of vond je iets niet leuk? Nou, ik vond alles wel grappig. Alles was grappig. Oh, nou. Ja. Daar ben ik blij om te horen. Gaan we langs Knabbel en Babbel. Ja, jij moet eigenlijk voorop lopen, want ik weet niet welke plek je mooi vindt. Natuurlijk. Ja. En wat is jouw favoriete attractie? Ik denk nu wel de ondergang. De ondergang? Helemaal geremaked. Ja. Ja, die heeft inderdaad... Die is ook wel een van mijn favorieten, hoor. Ik weet het niet of het mijn allerfavoriete attractie is. Van alle attracties, maar in ieder geval, dat is wel een toppetje. En helemaal straks als de audioserver klaar is. Ja, zo, als de audioserver klaar is, inderdaad. Dan wordt hij nog vetter. Ik ben heel benieuwd waar we naartoe lopen, Stefan. Ik heb alvast hele stevige boots aangetrokken. Van die hele stevige wandellaarzen, van die bergschoenen. Want volgens mij gaan wij een stevige wandeling maken in Disneycraft. Oh, jawel. Is het nog heel ver? Oh nee. Oké, ik ben heel benieuwd. Je favoriete plekje. Dat kan natuurlijk een attractie zijn. Of het kan een gebied zijn waar je heel graag bent. Of misschien is dat een gebied wat je juist heel mooi vindt. En ja, wat eigenlijk altijd al je favoriete plekje is geweest vanaf het begin van Disneycraft. Misschien is het wel verwijderd, jouw favoriete plekje. En staat er misschien iets heel anders in de plaats nu? Ik weet het trouwens niet. En Jelly komt er ook even bij. Die is ook nieuwsgierig. En denkt van, nou, wat zal die Stefan toch kiezen voor plekje? En het is wel een hele gekke beer. Maar hij is wel lief. Want hij heeft een heerlijke dikke trui aan. Zie je dat? Ja. Vindt hij lekker? Vindt hij heerlijk, hoor, die trui. Heerlijk, hè, Jelly? Ja, vindt hij heerlijk. Loop ik goed, Stefan? Want ik loop een beetje naast je. Jawel, we komen er wel. We komen er wel. Oh, ik ben heel benieuwd. We komen langs de Disney Tour. En ik zie daar de Flamingo. Die is een beetje... Ja, die heeft een verkeerde afslag genomen. En die is neergestort op de grond met zijn snaveltje op de grond. Ah. Ja, het is heel zielig. Maar we verzorgen hem wel. Dus dat scheelt. Ah, dat is goed. En ik zie trouwens hier dat het bordje nog veranderd moet worden. Hier is nog een bordje wat ik nog moet veranderen. Goed dat je er langs loopt. Oh jee, Stefan, waar ga je ons meenemen? Oh, moeten we daar naartoe? Oh jee, Stefan, waar ga je ons meenemen naar een attractie? Ja. Oh jee, dit wordt spannend. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk als iemand ergens een plekje in Dukstad aankiest, dat de opname bijna 3 uur duurt. Oh jee, we gaan door de Jungle Book en hier is natuurlijk de baby met Bagheera. Bagheera, het tijgertje. Of de Black Panther, is het een panter of een tijger? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het ook niet. Nee, ja, voor mij een panter. Oh, waar gaan we heen? Ja. Waar gaan we heen? Oh, we gaan even terug. Kijken. Ja, even kijken. En hier hebben we natuurlijk een Jungle Book huisje of een hutje. Slang. Gaan we verder. Oh ja, de slang. En hier krijgen we natuurlijk Baloo. En Baloo, daar staat Mowgli staat erop. Ik ben benieuwd, Stefan. Waar ga je ons heen brengen, joh? Ja, nog een stukje lopen. Nog een stukje lopen. Ik ben heel benieuwd. Jeetje. Want dit is een grote loopattractie. En we volgen de pijltjes. En de pijltjes wijzen ons de weg. Waar gaan we heen? Is het hier? Ja. Echt waar? Oh, ja. Bij Apirovi.
koning Rovi, Olovi, Louie eigenlijk. Oh, wat gaaf. En bij de apies. Ja, en waarom vind je dit zo gaaf? Gewoon midden in de jungle, helemaal alleen. Alleen maar apies. Ja. En hier staat ook een liedje wat hij zingt. Oh, ik ben koning Louie. Ik tel als aap voor twee. Maar nou aan de top wil ik hoger op. Dat valt toch echt niet mee. Want ik wil graag een mens zijn. Maar dat is andere koek. Ja, mens, dat is waarnaar ik het apenlazeren zoek. Oh, doobie doo. Ja, ik zal niet te veel zingen, want anders is daar een copyright claim dadelijk. Nee hoor, dat zal niet zo erg zijn. Ik kom niet overeen met het prachtige liedje uit Jungle Book. En ik vind het ook wel een heel mooi plekje. Ik vind het mooi gekozen, Stefan. Ik ben heel blij met jouw keuze. En nou, laat het weten in de comments of jij een keer mee wilt doen met zo'n video. En dan gaan we wie weet wel naar jouw favoriete plekje. Dus nou ja, Stefan, bedankt voor het meedoen. En ik hoop dat je nog een hoop lintjes mag doorknippen bij ons in Dukstad. Ja, dat hoop ik ook. Is goed. Doei doei! Doeg! Doeg!